Hallo, ik heb hem binnen. Dit is hem dan, de Biodermal Anti-Age Olie voor alle leeftijden. Ik ben benieuwd. Nou, we hebben natuurlijk de Biodermal Anti-Age Olie getest. Het is een anti-age olie voor alle leeftijden. Ik ben 34, maar ik had dus niet verwacht dat ik dit nu al eigenlijk zou kunnen gaan gebruiken. Ja, ter preventie, hè? Ik ben ook al heel lang geleden begonnen met anti-aging. Nou, dat kan je zien. Ja. Er zitten natuurlijke oliën met cutine in, hydrateert en verstevigt. Hij is ter bescherming tegen invloeden van buitenaf om een jeugdige uitstraling te behouden. Nou. Toen ik hem voor het eerst openmaakte, vond het een beetje op een geneesmiddel lijken eigenlijk. Kijk, hij heeft een pipetje. Erg mooi flesje, vind ik zelf. Net alsof het van een laboratorium is. Het geeft mij echt heel erg het gevoel dat het een goed product is. Een soort van apothekersflesje bijna. Ja, dat vind ik dus echt super. Ik heb net gedoucht, dus ik heb een beetje een droge huid. Wat voor huidtype hebben jullie? Ik heb een gemengde huid. Okay. Ja, en jij dan? Ja, ik heb een hele droge huid en ook heel gevoelig, dus die reageert heel snel. Nou, ik ga hem voor het eerst proberen. Ik ben heel benieuwd. Ik doe het op mijn vingertoppen en maak het dan een beetje warm. Niet te veel, want anders zit het natuurlijk op je vingers. Maar dan wordt het warm, net even iets vloeibaarder en dan lekker insmeren. En nu gaat het ook iets meer ruiken. Heel lekker ruikt het. De geur is echt om op te smullen, zullen we maar zeggen. Zullen we niet doen, maar het is wel echt onwijs lekker. En het is met een pipetje net super handig. Ja. Maar wat ik doe, ik laat het eigenlijk even gewoon druppelen, zie je? Ja. Ik vind het altijd zonde als ik de olie zeg maar op mijn handen smeer. Dan denk ik altijd dat ik heel veel crème of olie daarmee verlies. En je hebt ook echt maar een paar druppels nodig. Precies. Echt, nou, 3, hooguit 4 druppels. Ja. Dat is meer dan genoeg. Als je bezig bent, trekt het al best wel heel vrij snel heerlijk in de huid. En het trekt gewoon heel goed in, dus je hebt een hele gehydrateerde huid. Ja, en heel erg zacht vond ik. En minder droog. En het geeft een hele mooie glow. Ik heb de Biodermal Anti-Age Olie nu een aantal dagen geprobeerd. Ik ben eigenlijk wel enthousiast. Mijn ervaring na 2 dagen is dat mijn huid eigenlijk al veel zachter aanvoelt. Het ziet er gewoon lekker gezond en fris uit. Ja, wat ik er zo tof van vind, is dat het allemaal natuurlijke oliën zijn. NPH neutraal, dat is fijn. Ja, ik ben echt wel van de natuurlijk. Ja. Ja. Ik heb begrepen dat de olie ongeveer iets meer dan 30 euro kost. Het is natuurlijk niet goedkoop. Maar het is wel echt een heel waardevol product waar je ook heel lang mee doet. Dat heb ik nu wel al in de gaten na een week. Ik vind het dus echt een heel fijn product. Want het voedt, het verzacht mijn huid echt. En ik vind die glow ook echt heel fijn. Ik kan het eigenlijk aan iedereen aanraden. Het wordt gewoon mijn beauty ritueel eigenlijk. Al met al ben ik eigenlijk heel enthousiast over de Biodermal Anti-Age Olie. Ik heb voor altijd jeuklicht. Ja. Ik top heel fijn. Ja. En ik geef het een 9. Het is mijn verwendmomentje. Ja, klopt helemaal. Ja.